In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben extremistische strijders woensdagmorgen een bankgebouw bezet. Een urenlang vuurgevecht met beveiligers en de politie brak daarop uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Het zou gaan om 3 Taliban en 3 politieagenten. Het was de 3e aanslag in 5 dagen tijd in Kabul. De Taliban hadden aangekondigd de presidentsverkiezingen donderdag met geweld te willen verstoren. Aanvankelijk meldde de politie dat sprake zou zijn van een bankoverval. De Taliban verklaarde onmiddellijk dat het om een aanslag ging. Een woordvoerder van de Taliban zei dat een groep van 20 strijders naar Kabul is gestuurd. Onder hen zouden zelfmoordenaars zijn. De Taliban hebben zoiets al vaker gezegd, maar meestal gebeurde er niets.